Hallo allemaal, ik ben Otto Ome. Ik wil wel eens een andere achtergrondfoto hebben dan die standaard Windows-foto's, zoals deze hier. In deze tutorial leg ik uit hoe je een diavoorstelling als achtergrondfoto's kunt instellen. Je gaat naar je desktop, ik ben er al, rechtermuisklik, je kiest aan persoonlijke voorkeur aanpassen, kies het menupunt achtergrond, bij het pull-down menu achtergrond kies je diavoorstelling. Je ziet, ik heb al een andere diavoorstelling. Bij afbeelding wijzigen elke. Hier zo. Kies je de tijdspanne waarin je een andere achtergrond wilt hebben. 30 minuten vind ik persoonlijk te lang. Ik zet het op 10 minuten. En je kiest ook de gewenste weergave vullen. Er zijn meerdere mogelijkheden. Je test maar eens uit. Je gaat naar het menupunt thema's en je kiest thema instellingen. In het bovenste vak van mijn thema's kies je een ander thema. Ik kan hier uit een aantal thema's kiezen, maar de eerste keer staan er hier maar een paar. Ik kies bijvoorbeeld voor NASA Space Escapes en je ziet de achtergrond wijzigt al. Hoeveel krijg je nu? Andere thema's, meerdere thema's dan deze. Je gaat naar de link meer thema's van internet downloaden. Je komt op de supportpagina van Microsoft uit voor bureaublad thema's. En hier heb je keuze tussen tientallen achtergronden verdeeld over verschillende thema's. Ik kies hier Wonderen der Natuur bijvoorbeeld. Ik vind Australische kust wel mooi. Je klikt op Download. Dit scherm moet verschijnen. Openen met onderdeel persoonlijke instellingen. Oké. En je ziet dat dit thema direct erbij staat. Je gaat ook zien dat mijn achtergrond ook direct veranderd is. Sommige thema's worden verdeeld over twee beeldschermen. Dus heb je twee beeldschermen, dan zal er een verschillende foto op elk beeldscherm staan. Andere thema's, zoals bijvoorbeeld Sunny Shores, deze hier, hebben andere geluiden. Andere systeemgeluiden dan de standaard Windows geluiden. Wens je dit niet, dan klik je hierop. En hier zie je het geluidsschema Sea Shore. En je kan het terug veranderen naar Windows standaard. Nu, ik vind het wel eens aangenaam om iets anders te horen dan die Windows standaard geluiden. Ik kies Seashore Cookie. Probeer het allemaal maar eens uit. Dit was de tutorial over het instellen van een diavoorstelling als background. Geef me een vette duim omhoog. Abonneer je gratis op mijn kanaal. Help me de 100 abonnees te bereiken. Deel het filmpje met je vrienden. En laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!